Was het vandaag een typisch Mark-Jan Vlederis potje? Dat weet ik niet. Ik weet ook niet wat een Mark-Jan Vlederis potje is. Gewoon lekker een beetje strijd, mooi voetbalgevecht en die duel zou gaan. Uitdelen, incasseren. Nou ja, kijk, ik denk dat als je tegen PSV speelt, in principe hebben zij meer kwaliteit. Dus om dat te compenseren, dan moet je strijd aan de dag leggen. En goed, de eerste helft was niet geweldig, denk ik. En de tweede helft hebben we wel meer geknokt, nog meer strijd. En dan zie je dat ze het toch heel moeilijk krijgen. Ja, want dan wordt het een echt voetbalgevecht. Ja, absoluut. En goed, blijkt gewoon de laatste tijd dat wij eigenlijk de meeste kansen creëren als we opportunistisch spelen. Bal op de moesje en Moki en daaromheen bewegen. En dat pakt de tweede helft wel weer goed uit. Zijn jullie dat dan te laat gaan doen vandaag eigenlijk? Nou ja, misschien wel. Maar natuurlijk wil je eerst ook gewoon voetballen. En je komt weer goed op 1-0. Goede goal, denk ik. En, maar goed, ja, op een of andere manier hebben we zoveel moeite om een voorsprong vast te houden. En dan krijg je heel snel weer twee goals tegen. En dan gaat het toch een beetje misschien in de kopjes zitten. En de laatste kwartier van de eerste helft was ook heel slecht, denk ik. En goed, in de rust hebben we ons herpakt. En de tweede helft was een stuk beter. Je had er best in mogen schieten. Ja, absoluut. Daar baal ik ook echt van. Want 3-4 schietkansen en... Dan moet er gewoon eentje van in. In principe met mijn traptechniek moet dat kassa zijn. Alleen vandaag helaas niet. Kan je leven met het punt? Want je kunt ook zeggen, in die allerlaatste minuut schieten we nog bijna de winnaar erin. Ja, inderdaad. Vooraf ben je blij met een punt waarschijnlijk, hè, tegen PSV thuis. Maar op de laatste had je misschien nog wel recht op meer. We hebben de tweede helft wel aardig wat kansen gehad. Alleen, zij ook, hè? Zij ook wel. Dus wat dat betreft is een punt wel terecht, denk ik. En elk puntje telt op dit moment voor jullie? Ja, absoluut. Punten zijn noodzakelijk. Dus wat dat betreft positief. Dankjewel. Oké, graag gedaan.